En zij gaat door. In de tweede ronde treft zij Yuri Alvear uit Colombia. Het is 1-1 in straffen en 0-0 op het bord. Nog geen scoren. Bos duikt op de buik. Mathé zegt de scheidsrechter. Rolletje wegens passiviteit voor Alvear. Een Yuko voorsprong dus voor blauw voor Edith Bosch. Vanwege die twee straffen. De laatste minuut is ingegaan. Ze staat voor. Kan verdedigen. En hangt aan één kant. Daardoor kan de Colombiaanse niet aanvallen. En de scheidsrechter vindt dat een straf waard. Edith Bosch kijkt vertwijfeld naar de zijkant. Want twee straffen is een Yuko voor de tegenstander. Die hier naar de grond duikt. En zo is met 14 seconden op het bord de stand weer gelijk. Bosch wil voorkomen dat er weer een golden score wordt gejudood. En gaat in de aanval, maar wordt overgenomen. En dat is desastreus. Ze verliest op Ippon. Een overname van de Colombiaanse. De inzet is van Edith Bosch. Hier. Alvear neemt over en tilt Bosch op de rug. Ippon, ze ligt eruit.